De afdeling verloskunde van het Diaconessenhuis wil uitgroeien tot de grootste geavanceerde verloskamer, welke onderdeel is van een moeder- en kindcentrum. Dit komt vandaag naar voren in het ziekenhuis bij de viering van de Internationale Dag van de Verloskunde, welke jaarlijks op 5 mei wordt herdacht. Griselda van der Leeuw, hoofdverloskundige van het Diaconessenhuis, zegt dat er moet worden nagegaan wie en wat nodig zijn om dit doel te realiseren. In een presentatie stond Van der Leeuw stil bij de ontwikkeling van de verloskunde in het ziekenhuis. Zij hebben te maken gehad met tal van dieptepunten, maar de hoogtepunten hebben een bijzondere bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de verloskunde. Als hoofd van de verloskamer is ze zich ervan bewust dat het ziekenhuis nog niet voldoende verloskundigen in dienst heeft. Het personeelstekort is niet iets dat in 2020 is ontstaan. Het is iets dat er toen al was. En er wordt heel hard aan gewerkt om het aantal verloskundigen uit te breiden. We hebben bijna ons doel al bereikt. Maar we gaan door om het aantal verloskundigen op dat niveau te hebben zoals het moet zijn. Het ideale is 1 op 2 en daar blijven we aan werken. In het kader van de Internationale Dag van de Verloskundigen zijn er 7 gepensioneerde verloskundigen van het Diaconessenhuis gehuldigd. Zij kregen een certificaat van waardering en enkele presentjes. Het gebaar staat in het licht van het zien van deze gepensioneerden als de goeroes van de nieuwe generatie verloskundigen. Omdat wij u die waardering willen geven die u verdient. Eigenlijk verdient u meer als dit. Maar het is, jullie zijn onbetaalbaar. En we willen dat u weet dat wij u waarderen. Omdat u ook moet weten dat uw naam tenminste 1 keer in de maand wel valt op die verloskamer. De Internationale Dag van de Verloskunde wordt dit jaar voor de 100ste keer herdacht en heeft als thema 100 Years of Progress. Het doel van deze dag is om verloskundigen in het zonnetje te zetten en zoveel mogelijk mensen bewust te maken van het belang van goede verloskundigen en de verloskundige zorg.